De Jaguar F-type is nu ruim een jaar op de markt, maar het aantal uitvoeringen groeit nog steeds. Michiel, jij was onlangs bij de XE, dat is natuurlijk een hele belangrijke nieuwkomer. Maar je kon ook nog even wat, uh, wat F-type versies rijden. Hè. Wat, wat komt er allemaal aan? Ja, nou ja, we, wat je zegt, er, de, er was al het nodige. Je had een, een cabrio en een coupé, 6 cilinders, 8 cilinders. Uh, maar nu ook een handbak en vierwielaandrijving. Ja, als ik dat zo hoor, dan denk ik. Gaan ze bij Jaguar nu Porsche nadoen, wat ook een oneindig aantal 911's 11s heeft met, en dan uh, ook heel veel versies van de F-type presenteren? Nou, dat begint wel een klein beetje op te lijken. En de, die 911 is ook het grote voorbeeld voor die F-type. Dat geven ze ook ruidelijk toe. Daar doen ze ook niet moeilijk over. Maar ja, wat ik al zeg, ze hebben daar nu 6 uh, cilinders, uh, uh, in twee smaken, 8 cilinders. Een cabrio, een coupé en nu dus ook een, een handbak. Want, ja. Die wil je denk, hè? Die zou je kunnen willen. Ik, ik heb ermee gereden. Het is, het is, qua bediening is het niet de allerfijnste handbak die er is. Maar natuurlijk die combinatie van zo'n 340 of 380 pk eh, zescilinder met supercharger en een handbak. Alles op de achterwielen dat vermogen. Dat is natuurlijk wel een onwijs leuk spelerding. Toen ik ermee reed, ja toen regende dat het groot is. Dus dat was echt heel erg tricky. Maar wel super leuk. Dus het is, het is echt top dat ze die nu hebben. Uh, vierwielaandrijving, is dat dan ook met handbak leverbaar? Nee, dat dan weer niet. Uh, vierwielaandrijving alleen in combinatie met automaat. Wat natuurlijk, uh, ja, vooral voor de Amerikaanse markt belangrijk is. Daar wil men uh, heel graag vierwielaandrijving, want het is wat veiliger en het sneeuwt er wat vaker. En dat is gewoon heel populair, zie je ook bij AMG-modellen bijvoorbeeld. Um, heb ik ook mee kunnen rijden. Toen was het ook nat. En ja, dan merk je gewoon dat op een gewone natte baan, dat, dat doet die vierwielaandrijving heel erg veel. Dat maakt hem heel wat veiliger dan achterwielaandrijving. Dan sta je natuurlijk al heel snel achter achterstevoren als je even niet oplet. Uh, ik heb hem ook op een circuit mogen rijden, op Estoril. Maar die baan die was zo zo spek spek glad, dat zelfs met vierwielaandrijving had je daar echt handen en voeten nodig om tussen de lijntjes te blijven. Dus dat was wat moeilijk beoordelen, maar ja, het feit dat hij er is, ze maken wel uh, het gamma behoorlijk compleet. Uh, is het nu compleet of komt er ook nog een nog extremere F-type? Dat zou natuurlijk zomaar eens kunnen. De, de, de sterkste heeft nu al 550 pk. Dat is natuurlijk al, al heel ja, erg bruut. Ja. Maar ja, uh, Jaguar, daar zijn ze ook de broerste niet. Dus daar zou mij niks verbaasd als, als we binnen afzienbare tijd gewoon een nog heftiger versie krijgen. Oké, okay, bedankt Michiel. En ook dit verhaal kun je lezen in Autoweek nummer 7.